En toen heb ik 130 euro uitgegeven aan oogschaduw. Hoi! Nou, als je de likes en dislikes in je abonnementenbox ziet verschijnen, dan weet je alweer dat het de tijd van de maand is. De tijd is aangekomen, de maand is voorbij, bijna voorbij. En ik ga je weer vertellen welke producten die ik afgelopen maand probeerde, reviewde, testte, ik goed en slecht vond, die een like of een dislike krijgen. De maand oktober, ik durf het bijna niet uit te spreken. Dit was voor mij echt een ontzettend leuke maand, waarin ik heel veel toffe dingen heb mogen doen. Als je me volgt op Instagram, dan heb je alles wel voorbij zien komen. Maar ja, het waren een heleboel dingen waar ik al het hele jaar naar heb toegewerkt. Die dan opeens, boom, in één maand allemaal uitkwamen. Dus dat was ontzettend cool. Ik heb echt wel heel erg genoten dus ook van oktober. Ik was heerlijk lekker aan het werk. Dus je kunt je denk ik wel voorstellen dat oktober voor mij heel erg snel ging. En mocht je nou niks willen missen, bijna alles wat ik meemaak, ja, dat deel ik wel op Instagram, in de story of in een foto. En er komt binnenkort nog weer iets heel cools aan, wat ik daar als eerste zal aankondigen. Dus houd in de gaten. Ik voel ook echt een beetje zo dat de feestdagen voor de deur staan. Of nou, nog niet echt, maar ja, het hangt wel een beetje in de lucht. De producten die ik heb getest zijn nog niet echt kerstproducten of feestelijke producten. Maar ik heb wel echt ontzettend veel producten. Dus echt, ik nodig je uit om lekker te gaan zitten. Pak er een kopje thee bij. Pak even een bakje waarin je kunt plassen. Nee, natuurlijk niet. Maar ga er even goed voor zitten. Het is een lekkere zondagse likes en dislikes. Lekker uitgebreid. We gaan starten! Ja, ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. Dus ik begin maar gewoon met een heel fijn lobbytje product. Het zag je al voorbij komen in de eerste indruk van nieuwe Essence producten. Dit was het deel 2 wat ik jullie had beloofd. Deel 2 van producten die ik zelf kocht. Toen ik in de winkel stond, ja, toen wist ik zeker dat ik deze moest meenemen. Het Rain or Shine Calm Me Down a Rainbow. Nee. Color Me a Rainbow Eye and Face Palette. Dus dit is een heel schattig blikje. Een tinnetje. Met daarin oogschaduws. Een highlighter. Een gezichtspoeder. En een wenkbrauwpoeder. En vooral de oogschaduws zijn ontzettend mooi. Er zitten heel veel mooie finishes in. Ik heb er een hele look mee gemaakt. Een hele ooglook mee gemaakt. En ik was er een beetje stil van, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vond het echt heel erg uitspringen en voor zo'n betaalbare prijs ontzettend fijn. Ik zal je zo ook even doorverwijzen weer naar de eerste indruk van die Essence producten, mocht je het gemist hebben. Ja, ik vind het gewoon zo ontzettend leuk om producten te testen van low budget tot high end. En dit is echt zoiets dat ik denk, yes man, echt heel erg goed gedaan van Essence. Er zat meer in de video, wat ik in deze video ook nog even wil laten zien, omdat het dus een like is. Dus dit is de eerste like. De tweede like is de Essence Lashes of Hashtag Lashes of the Day Super Volume Mascara. Dat is deze mascara. Deze vind ik echt fantastisch omdat hij heel erg veel lengte geeft. Het is een Super Volume. Ja, ik heb het heel vaak. Dan lees ik wat het moet doen en dan denk ik, nou, ik vind het super fijn, maar niet per se volume. Meer echt in mijn wimpers ontzettend lang worden. En dat is wel wat ik misschien nog wel belangrijker vind dan volume. Ja, het is ook een combinatie van die twee eigenlijk wat ik belangrijk vind. En hij geeft dus ook wel een beetje volume, maar mijn wimpers lijken dus ook gewoon echt heel erg lang. En dat vind ik gewoon altijd wel heel erg mooi. De naam vind ik nog steeds een beetje gek. Hashtag Lashes of the Day. Wat ze daarmee willen zeggen, ik weet het niet. Het enige waarmee je moet oppassen is dat hij niet gaat vlekken onder je ogen. Dus goed concealer onder je ogen afpoederen. Dat voorkomt een heleboel. Maar ook een like. Ja, en dan tot slot van de Essence producten, de brow marker. Want daar wil ik nog even iets aan toevoegen. Nou, ik was dus een beetje getraumatiseerd door de wenkbrauwtattoo, de browtattoo, die ervoor zorgde dat mijn wenkbrauwen dagenlang oranje waren. En deze was toch ook een beetje, ja, semi-permanent. Het staat er ook op, maar ik wist niet hoe letterlijk ik dat moest nemen. Nou, die kwam dus inderdaad achter de volgende dag, toen ik 's ochtends wakker werd, al mijn make-up dat ik 's avonds had afgehaald. Ik keek in de spiegel en ik keek naar mijn wenkbrauwen en zag ik, wow, ze hebben toch echt een beetje een kleurtje. Maar mooi, het was mooi. Het was echt mooi, assig. Het was de eerste keer dat ik dacht, wow, misschien moet ik wel een keertje mijn wenkbrauw gaan verven. Ik denk dat dat best wel mooi kan worden. Dus het was eigenlijk een hele leuke, positieve verrassing. Dat het dus inderdaad ook aan de volgende dag nog, volgens mij de dagen erna niet meer, maar in ieder geval wel één dag, misschien de tweede dag nog een heel klein beetje, dat mijn wenkbrauwen toch ook een kleurtje hadden. Terwijl in eerste instantie leek het me heel erg een marker, hè. Maar je gewoon heel erg, ja, tekent, stift. Een heel duidelijk product. Maar nu zag ik toch ook wel, toen ik het verwijderd had en 's ochtends zonder make-up wakker werd, dat ik gewoon een kleurtje van wenkbrauwen had. En het was gewoon heel mooi, heel natuurlijk, heel gelijkmatig. Dus dat maakte hem nog eens een extra like. En vind ik dit echt een onverwacht leuk product. Af en toe dan denk je echt van ja, een wenkbrauwmarker, weet je. Dan komen ze met van die dingen dat ik denk, hoezo wil je dat? Dat wordt toch niet mooi?
En ik dacht een klein beetje dat dit zo'n product was, maar zeker niet. Ook absoluut een like. Nou, er was een moment deze maand dat ik dacht, ik heb even waterproof mascara nodig. Want de kans dat ik vandaag ga huilen is groot. Ik moet eerlijk toegeven dat ik best wel een emotioneel persoon ben. Maar ik huil niet heel vaak met mascara op. En als ik dan huil en het loopt helemaal uit, dan vind ik dat ook wel weer lekker dramatisch op een of andere manier. Dan kan ik toch ook wel in de spiegel kijken en denken, ja, ik heb het echt heel verdrietig. En het is echt heel zielig. En ik ben echt heel veel zelf meelijden. Het is zo terecht. En dan vind ik het ook zo lekker als het dan zo vies is. En dan verwijder ik het en dan heb ik hem heel lekker schoon gezicht. Misschien ben ik heel freaky nu. Maar goed, ik pakte een mascara uit mijn lade. En ik koos voor de That's How I Roll Waterproof Black Mascara van Barry M. Of roller skates op de verpakking. Blauwe mascara. Nee, het is geen blauwe mascara, maar de huls is blauw. Dat geeft altijd wel een beetje het idee dat het waterproof is. Wat er in dit geval ook zo is. Ik vond het echt helemaal niet mooi. Het effect was klonterig. En tegelijkertijd was er ook weer heel weinig effect. Dus als ik het dan aanzette, het was gewoon heel moeilijk om mijn wimpers echt het volume te geven, lengte te geven, lekker zwart te krijgen. En als ik dan heb wat meer kracht bijzetten, zeg maar, om ze zo mooi te krijgen, dan werd het dus heel erg klonterig. Nee, ik vond het helemaal niet fijn. Dit was voor mij duidelijk een dislike, helaas, pindakaas. Mocht je je afvragen welke lipstick ik op heb, dit is de pink print van Nicki Minaj en MAC. Het zat toevallig in de likes en dislikes van vorige maand. En nu maak ik even een haakje naar deze liquid lipsticks van Charlotte Tilbury. Die zijn ook echt waanzinnig mooi. Dit zijn de Hollywood Lips en ik heb ze in een aantal kleuren. Het zijn gewoon hele mooie, chique liquid lipsticks. Je ziet de naam erop en aan de andere kant een venster waar je de kleur doorheen ziet. Roze en goud natuurlijk, zoals je van Charlotte Tilbury gewend bent. En toen ik ze ging reviewen, was ik een beetje zo in dubio. Aan de ene kant zijn de kleuren best wel saai. Ze zijn allemaal heel erg naturel. Soms iets donkerder, soms iets meer rood. Maar het zijn heel veel soorten toch wel nude lipsticks. Warme en koelere tinten. En ja, het was gewoon niet zo mega bijzonder eigenlijk. Maar ik vind het daar ook wel weer toch wel krachtig in. Omdat ik merk dat het wel gewoon hele goede kleuren zijn. Als je een mooie naturelle kleur lipstick zoekt, nou dan vind je er sowieso wel één in deze serie. En de lipstick zelf is gewoon echt heel erg mooi. Heel gepigmenteerd, dekt super goed. Hele fijne luchtige formule die makkelijk aanbrengt. En het blijft gewoon echt heel erg lang zitten. Urenlang. Slijt ook geleidelijk. Je kunt hem weer aanbrengen. Het is gewoon zo'n lipstick dat je eigenlijk gewoon denkt, het is te makkelijk. Het is te goed over nagedacht, haast. Dat je zoiets hebt van saai. Nee, dat is niet juist. Ik wil niet zeggen dat het daardoor saai is. Maar het was een beetje met de kleur dat ik dacht van, ja, is het niet te makkelijk. Maar nu denk ik toch al meer van, juist, er is heel goed over nagedacht. En ze hebben gewoon heel duidelijk gekozen voor, ja, een nieuw thema. En dat hebben ze wel gewoon echt ontzettend goed gedaan. Dus, ik wilde het nog even aanvullen, want ik had ze gereviewd ook op mijn site. En ik ben ze gewoon blijven gebruiken. En ja, elke keer dacht ik toch wel van, hey, fijn. Het enige wat ik wel vind, als ze allemaal in mijn lade liggen. En de kleuren lijken dus allemaal echt zo op elkaar, dat ik wel echt heel erg moet zoeken. Dat ik denk, welke ga ik nou aanbrengen? En wat is nou echt dé perfecte kleur voor bij mijn look? Mijn enige puntje van kritiek dan, vooruit. Nou, mocht je naar deze video zitten te kijken en denken van, wat is het voor make-up wat ze op heeft? Nou, lipstick heb ik net al verteld. Maar ik heb dus een hele look gemaakt. Nu even de lip heb ik eraf gehaald. Maar wel de highlighter hier en mijn ogen gemaakt. Met dit palet van Kat Von D. Het Alchemist Holographic Palette. Ik zal hem nog eventjes dichtbij houden. Totaal overbelicht. Maar dit is een highlighter palet. En hier heb ik een eerste indruk van opgenomen. Online geplaatst afgelopen donderdag. Je moet dit palet echt even in werking zien. Want hij is super, super bijzonder. Heel wat anders met highlighters dan ik gewend was. Ga vooral even de video checken. Catrice heeft elke keer samenwerking met Caviar Gouache. Ik denk dat je het zo uitspreekt. En dat is altijd wel echt een hele mooie collectie. Het is altijd weer heel chic. En op verschillende manieren. Dus vorig jaar was het heel mooi met fluweel, zwart fluweel en met goud. Super, super chic. En dit jaar was het ook echt weer dat ik dacht, wauw, super mooi. En echt wat ik denk, dit is low budget. Zo ziet het er totaal niet uit. Het ziet er gewoon ontzettend luxe uit. Ik ga beginnen met dit. Dit zijn twee penselen, twee kwasten en een mooie kwastenhouder. Dit is imitatieleer in een nude kleur. Super schattig, die strik erop. Maak je hem zo open. Plek voor 5 kwasten. Zo uit mijn hoofd. 5.
Ja, 5. En dan heb ik hier nog 2 kwasten ook uit de collectie. Ook weer met dat nieuwkleurig imitatieleer. Super mooi. Afgewerkt met gouden details. En het zijn zachte, stevige kwasten. Dus ze hebben lekker veel haren. Zijn lekker compact. En gewoon heel, ja, heel zacht, heel stevig. Echt top. Dat waren likes, absoluut. Helaas zit er ook iets in wat ik minder vind. Ik vind wel de vormgeving heel erg mooi van dit oogschaduwpalet. Weer imitatieleer erop, gouden details. En dan de oogschaduwkleuren, ja, die zijn gewoon ontzettend faal en saai. En ik snap het zeg maar wel, dit merk heeft vooral veel bruidsmode wat ik las online. Het is een Duits merk, Caviar Gouge. En dit snap ik dan op zich ook alweer bij een bruids. Ooglook, maar het is gewoon voor de zoveelste keer dat ze weer met zoiets komen. Ik had gewoon iets meer verwacht. Gewoon iets meer diepte, iets meer spanning. Gewoon iets meer, ja. En dan is er nog deze enorme highlighter. Dit is de grootste highlighter die ik ooit heb gezien. Hij is echt huge. 35,7 gram. Niet normaal. En het is dus ook echt een hele mooie highlighter. Maar check ook vooral even de review op mijn site. Dan zie je hem op mijn gezicht en dan zie je hem, ja, dan zie je de glans pas echt goed overkomen. En, oh, en dan ook nog eens zo enorm groot. Daar word je toch gewoon blij van. Heerlijk. Highlighter, hoe groter hoe beter. En de vormgeving vind ik ook weer erg mooi met het goud. Ja, absoluut weer een dikke like. Toen ik in Parijs was, heb ik gigantisch veel geshopt, vooral bij Sephora. En toen heb ik 130 euro uitgegeven aan oogschaduw. Holy shit. What was I thinking? Ik gaf die 130 euro uit aan deze 2 oogschaduwpaletten van Huda Beauty. Eerste is het Textured Shadows Palette Rose Gold Edition. En dit is het allereerste oogschaduwpalet van Huda. En hierin zitten verschillende oogschaduwen met verschillende texturen. Matte oogschaduws, glanzende oogschaduws en foiled oogschaduws. Nou, die foiled oogschaduws zie je vooral in de eerste rij. Het zijn hele, hele pure pigmenten met ontzettend veel glans. Goud, rosé goud. Koper. Ik heb deze gereviewd. Ik was echt blown away door al die verschillende effecten. Gewoon, je kan er echt prachtige looks mee maken. Weet je, mooi mat in de arcadeboog. En dan een knallende, knallende glanzende tint op een veegd ooglid. Dit palet maakte me echt wel heel erg enthousiast. Dat is echt weer even heel wat anders dan wat ik ja, tot nu toe had ervaren. Dus deze kreeg ze mij echt wel een hele, hele erge like. Maar toen, toen kwam ik bij dit palet. Het Desert Dusk oogschaduwpalet. Nou, je ziet echt bij dit palet dat Huda heeft geleerd, zeg maar, van het eerste palet. Het was wel een prachtig palet. Maar dat ze dit palet echt nog even een tikje specialer heeft gemaakt. En het is echt de ervaring wat het eerste palet heeft gebruikt voor Desert Dusk. Nou, je hebt als eerste verpakking. Die is super mooi. Hele mooie glanseffecten op haar ogen, op het sieraad, maar ook hier op de letters die ook in relief op het palet zitten. Aan binnenkant zit een hele grote spiegel. En dus prachtig het folie wat de oogschaduw is beschermd tegen de spiegel met haar ogen erop. Deze oogschaduw zijn gewoon nog veel bijzonderder. Ik vind het ook heel mooi. Het eerste palet was heel rood en heel oranje. Dit palet is ook vrij rood en oranje, maar ook met paars. En dat is zo'n mooie tegenhander en zo'n mooie combinatie met die twee. Dus dat is gewoon ontzettend mooi. Maar er zitten er duo chrome oogschaduws in. Die zijn waanzinnig. En zelfs 1 pure glitter. Ik heb er dus gewoon 5 looks mee gemaakt voor de review. Omdat ik was gewoon zo enthousiast. En ik raakte maar niet uitgeprobeerd met dit palet. Ik bleef maar bezig. En het was ook dat ik dacht, ja, ik wil en die kleur nog een keer proberen. En die moet er ook in. En vrijwel elke oogschaduw heb ik uiteindelijk ook gebruikt. Dus ook de pure glitter heb ik gebruikt. Ik vind dit zo'n goed palet. Ik kan er niet over ophouden. Als ik eerlijk ben. Tegen iedereen die het horen, vertel ik. Dit palet is zo ontzettend bijzonder. En zo gigantisch mooi. En ligt helemaal in mijn straatje. Met oogschaduws die, ja, warm zijn. Maar dan heb je net even dat verrassende. Met dat paarse. En dan zit je bijvoorbeeld ook Retrograde. Dat is deze oogschaduw. Die zit ook heel mooi blauw in. Het is allemaal zo ontzettend goed. Ik ben gewoon echt heel erg weggeblazen hierdoor. Deze krijgt echt een super, super like. Gewoon. 1 palet is dus 65 euro. En van deze 2 vind ik deze echt wel echt nog het allermooiste. Dus ja. Dan heb ik een herontdekking gedaan in mijn Throwback Thursday tweede indruk video. Waarin ik oude make-up jaren niet gebruikt had. Weer eens ging gebruiken.
En de herontdekking was het NYX Jumbo Eye Pencil in Milk. Nou, dit witte oogpotlood gebruikten we vroeger denk ik bijna allemaal. Dat vind ik altijd een beetje stom om te zeggen, want dan weet ik gewoon natuurlijk super veel mensen het ook niet gebruikten. Maar vroeger, zeg maar 8 jaar geleden, was het wel echt een heel erg een hype. En zag je nu met bijna elke tutorial voorbij komen, Jumbo Eye Pencil in Milk. Witte basis. Nou, hoe ik hem in de Charm Victoria's Secret look gebruikte, daar ben ik dus niet zo fan van. Maar ik vind het wel heel fijn om een klein beetje te gebruiken op het bewegend ooglid. Als basis onder een andere oogschaduw met veel kleur. Om die kleur nog meer te laten knallen. Ik heb met bepaalde kleuren, zoals bijvoorbeeld groen. Op de een of andere manier correspondeert dat niet helemaal met mijn huidskleur en mijn ondertoon. Kan het een beetje flats worden. Maar als ik dus echt zo'n basis als deze onder aanbreng. Dan is het gewoon wit en niet mijn huidskleur wat eronder zit. En dan komt die groene kleur of een andere kleur oogschaduw. Met blauw heb ik het ook vaak. Dan komt dat veel meer naar voren. En dan komt die kleur er veel meer uit. Dan denk ik pas van, zo is het bedoeld. Zo zie ik het bij andere mensen ook. En dan is het bij mij een beetje, dan zie je in ooglook. En denk ik, ja, ik heb diezelfde oogschaduws gebruikt. Bij mij is het super flats en vaal. Wat doe ik verkeerd? Nou, met zo'n basis echt kan ik aanraden. Probeer dat eens. Echt wit. Dit is een super fijne creamy basis. Maakt echt een wereld van verschil. Dus ook een like en een herontdekking. Nou, ik vond het weer gigantisch leuk om alles aan je te laten zien en over alles te vertellen. Ik hou van make-up, jongens. Echt waar. Ik vind het zo ontzettend leuk. Ik blijf het ook zo leuk vinden om al die nieuwe producten te proberen. En dan in de likes en dislikes kan ik even mijn hart luchten. Dus behoud ook vooral, weet je, als er iets is wat je ziet, je denkt, oh, dat moet je reviewen of laten zien of testen of wat dan ook. Stuur het altijd naar me door, want ik vind het onwijs tof om te zien en... Ik kan het niet allemaal zelf bijhouden, dus ik ben altijd heel blij met jullie input. Dat waren dus de likes en dislikes van oktober 2017. Ik wil je onwijs bedanken voor het kijken en ik hoop je weer terug te zien op mijn kanaal. Donderdag, dan heb ik weer een nieuwe video. Heel graag tot dan. Mwah. Doeg!